In Huis stelt deze week de kerstsfeer in huis. IJzerhandel Beumer en Zoon is al lang veel meer dan een ijzerhandel. En in de decembermaand is de hele winkel jaarlijks gevuld met kerstartikelen. Jaren geleden hebben we eigenlijk ontwikkeld dat we ook naar het kerstballen en kerstspullen verkopen, kerstverlichting. Over het algemeen dus in de ijzerwaren sowieso de maand november, december. Dat zijn natuurlijk in de buurt van de feestmaanden. De meeste mensen geven geld aan andere dingen uit dan aan huis en ijzerwaren en dingen. Dus het zijn over het algemeen wat zwakkere maanden. Dus we zorgen er altijd voor dat we in die tijd eigenlijk gewoon kerstspullen hebben om toch de mensen te voorzien van de dingen die ze nodig hebben. Waarin we ondertussen behoorlijk uitgegroeid zijn. Nou, we hebben hier een aantal soorten ballen, diverse soorten. Over het algemeen zijn de meeste ballen gewoon van glas. We hebben ze ook van kunststof, dat ze onbreekbaar zijn. Dus mocht je nou een kat hebben of iets dergelijks die daarvan houdt om kerstbomen te verruineren, kan je eventueel kunststofballen kiezen. Dan blijven ze heel als de boom omvalt, anders is het zonde. Ja, eigenlijk, naar gelang dat we de ballen verkochten, kregen we mensen die zeiden, jullie verkopen kerstballen, hebben jullie ook kerstverlichting? Nou, hebben we er ook bij genomen? Kerstverlichting, maar ik mis nog dit of dit. En op een gegeven moment hebben we gezegd van, dan gaan we gewoon het assortiment uitbreiden. En ervoor zorgen dat we toch weer een toegevoegde waarde leveren in november, december, dat de meeste mensen weer voor hun kerstspullen terecht kunnen. We hebben hier zo nog een assortimentje met kerstballen hangen hier. Verschillende kleuren, verschillende maten. Is wat minder dan dat we in het verleden hadden. We hadden voorheen, ik denk wel 30 soorten kleuren. Nou, dat hebben we nu iets beknopter gemaakt. Want je merkt toch ook dat de vraag naar kerstballen eigenlijk goud, zilver, rood is, afhankelijk van de trend. Het is gewoon de meest verkochte kleur. En toch voor de diversiteit een paar andere soorten ertussen. Je merkt over het algemeen toch dat de vraag elk jaar langzaam verandert. Het ene jaar is multicolor verlichting in. Het andere jaar wil iemand egale kleurtjes. Dan heb je weer blauw en rood wat in de smaak is. Dus we proberen daarmee mee te gaan. Maar dat is soms lastig. Nou, we hebben bijvoorbeeld kaarshoudertjes in een kerstmuts. En een leuk wat vaccinelicht in kunnen zetten. Leuk voor versieringen in het raamkozijn of iets dergelijks. Nou, je hebt ook heel veel mensen die het leuk vinden om kransen in elkaar te zetten. We hebben hier zo allerlei soorten linten die je eromheen kan doen en waar je het mee kan versieren. We hebben van die kant-en-klare oasekransen, zoals dit. Nou, oase is misschien wel bekend ook van de bloemopmaak. We hebben een krans. Allerlei artikeltjes waarmee je het leuk kan versieren. Noem maar wat paddenstoeltjes, pareltjes, pauwenveren. Je kan het zo gek niet verzinnen en dan kun je eigenlijk je eigen krans maken. Leuk om met de kleinkinderen te doen bijvoorbeeld. En natuurlijk ook gewoon de rechthoekige blokken, groen of zilver. Daar kun je gewoon alles in prikken. Leuk. Nou, als we hierheen lopen zien we hier eigenlijk voornamelijk takken en slingers. Ook weer bedoeld voor decoratiedoeleinden. Daar kun je ook alles mee opleuken waar je zin in hebt. Nou, hier zullen we ook weer pieken op een staaldraadje die onder de boom kunnen. Dat zijn ook leuk verkochte artikelen. Lijken geen pieken, maar het zijn het wel. Dit is een wokkeltje die je onder de bovenkant van je tak doet, van je boom. Nou, dit ook, kunststofversieringen. Hoogwaardige kwaliteit zonder een naad. Waar je voorheen altijd bij kunststof bij de goedkopere soorten echt zo'n plastic naad zag, is dat bij deze niet zo. Een van de weinige leveranciers. Die importeren we ook gewoon zelf uit Finland. Dus het is echt best wel een uniek item. We gaan bijvoorbeeld elke 2 jaar gaan naar de Spoga. Een hele grote beurs in Duitsland, wat eigenlijk alleen maar over kerst gaat. Ironisch genoeg is dat echt wel in januari. Je gaat in januari gewoon al inkopen doen voor het volgende jaar. Dus je bent net na de kerst alweer gelijk met kerst bezig. Dat is wel zo makkelijk, want je weet precies wat je nog hebt, wat je verkocht hebt, wat erop is. Dat soort dingen, dat weet je gelijk. En dat is wel makkelijk, dat scheelt gewoon een hele hoop moeite. En daar zie je eigenlijk ook uiteindelijk de trends ontstaan. Want alles wat je bestelt in januari gaat de leverancier naar voorraad bestellen. En vervolgens aanleveren. Kerstklokken, papieren decoratieklokken. Ook een langzaamaan een beetje vergeten artikel soms, maar toch nog veel vraag naar. Het schijnt heel lastig te krijgen te zijn. Nou, wij hebben ze nog steeds hangen. Enige tijd geleden hadden vader en zoon Beumer te maken met een grote brand, waarmee een aanzienlijk deel van de voorraad verloren ging. Maar die lijkt op dit moment weer prima aangevuld. In de brand waren we natuurlijk een heleboel dingen verloren. Dus eigenlijk ongeveer de helft van ons kerstassortiment was gewoon afgebrand. Dus daar missen we een heleboel. We hebben dit jaar weer nieuwe kransen. Allemaal kleuren ballen hebben we weer gekocht, want alle ballen waren verbrand. We waren allemaal verdwenen. Nieuwe soorten kerstverlichting. Vorig jaar was er heel veel vraag naar blauwe en rode kerstverlichting. Nou, hebben we dan in ons assortiment genomen dit jaar. Om toch te kijken of dat dit jaar weer de trend is. Dat is niet altijd zeker. We hebben lichtjes die zelfs om te zetten zijn van gewoon één egale kleur naar multicolor. Dus dat je nog maar één snoer hoeft te kopen. Afhankelijk waar je ze zin in hebt, kun je hem opzetten op multicolor of op warm wit. Dat je gewoon ledverlichting hebt die duurzaam brandt. Die op de kleuren die je wilt. Nou, en hierboven hebben we dan alle kransen uitgestald. We nemen nogal wat ruimte in, dus het is helemaal wat hoger.
Kun je ook weer natuurlijk versieren met alle opmaakartikelen die ik er straks al liet zien. Je mag erop doen wat je wil. Ze zijn gewoon zo in principe verkocht. Je kan ze altijd zelf opleuken. Eigenlijk bijna alles. Decoratiematerialen voor het maken van eigen kransen. Kerstverlichting op elektriciteit. Waterdicht op batterijen. Wat iedereen makkelijk vindt. Ja, kerstballen, kerstslingers. Of alle ornamenten die je ongeveer weer in een boom kan verzinnen. Slingers, noem maar op. Reservelampjes. Het assortiment is dus weer helemaal compleet. En je zou het niet zeggen, tussen alle kerstartikelen is met enige moeite toch nog de normale ijzerhandel te zien. Want die ligt in deze periode van feestdagen natuurlijk niet helemaal stil. Nee. We hebben gewoon naast de kerst altijd nog ons eigen assortiment natuurlijk. Waarin we alles hebben, ook leuke aanbiedingen voor de feestdagen, leuke cadeauartikelen. We doen ook mee met de Home Eye folder. Dat is een grote zakmessenfolder van Victorinox. Waar we altijd leuke najaarsaanbiedingen van hebben. We hebben een 15.000 folders van door de buurt verspreid. Toch de mensen te attenderen dat er ook hele leuke cadeauartikelen tussen zitten die voor de kerst tussen de Sinterklaas gekocht kunnen worden. Alvast sfeervolle dagen toegewenst. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Beumer IJzerhandel.